Ik ben toch wel wat zenuwachtig, eerlijk gezegd. Allee, dat is zo, ja, langs de ene kant vind ik dat fantastisch. Aan de andere kant, ik heb er zo ambivalente gevoelens over. Ik ben Steve Knokkaert en ja, ik kamp eigenlijk al heel mijn leven, voor zover ik me kan herinneren, met vliegangst. Met een bril zoeken, een zonnebril. Ik heb ergens een... Of ligt hier in de auto met een zonnebril? Ik weet het niet eigenlijk. Wat denk dat ik die nog in... Ah nee, hier. Oh, hier is hij. Ah, al beter. Bon, we zijn de piste in. Ja, er is ook nog zoiets van... Als je vliegangst wilt overwinnen, dan zeggen ze... Ja, dan krijg je dikwijls een initiatie met zo'n klein vliegtuigje. Dus ik hoop dat die mensen mij kunnen geruststellen. Ja, de enigste manier van vliegangst af te geraken is eigenlijk ja, door het te doen. En ik heb uiteindelijk, na wel wat getwijfel, heb ik ja gezegd van... Ja, we gaan dat doen. We gaan erin vliegen. Letterlijk dan. Denken veroorzaakt de vliegangst. En daarom voelt je eigenlijk een angst voor iets, voor het onbekende. En, in je gedachten stel je de toekomst voor terwijl je die niet weet. Sterven gaan we allemaal. We weten alleen niet wanneer. Ik hoop ook niet dat het vandaag is. God, dat wel een beetje zenuwachtig zijn, daar niet van. Hoe traag gevoel in de maag blijft wel, maar het zit in het hoofd dus. Op de tarmac stond dan zo'n vliegtuigje zo. Heel wat kleiner dan ik mij had voorgesteld. Ik dacht, ja, dat zal toch wel een ruim een groter ding zijn. Maar dat bleek dan zo, ja, een oud, toch redelijk oud toestel te zijn, een Piper. Oké. Te overwinnen, is er echt poef, volledig in te duiken en hopen dat je niet verzuipt. Het idee van vliegen, daar voel ik me toch niet zo gerust in. Ja, het landschap gleed voorbij, je kon alle landmarks zien en het, ja, dat moment is onvergetelijk. Het geweldige aan heel de zaak was dat ik zelf ook eens mocht vliegen, wat dat dan ook mogen zijn. Voilà. Al bij al was ik wezenlijk opgelucht dat ik de vleugels heb kunnen uitslaan, bij wijze van spreken. En vliegangst is met dat gegeven ook als sneeuw voor de zon verdwenen. Je staat er niet bij stil, maar ik ben er al ontzettend dankbaar van
dat ik dat heb kunnen meemaken. En wie kan dan nog zeggen dat je aan het stuur van een vliegtuigskind hebt gezeten en dat je een vliegtuigskind hebt kunnen besturen? Niet zoveel mensen, hè.